Sesagère. Dat is maar toch doen vullen. Het stuk heet Oscar. En normaal gezien, mensen zijn gewoon van Angelsaksische comedies te zien, maar deze keer is het een Franse klassieker. En dat is heel iets anders. In het stuk maken we kennis met Barnier. Dat zijn ik in het stuk. En ik zijn de boes van de fabriek hoe dat ze zeep maken. En zijn rechterhand eigenlijk komt de hand vragen van zijn dochter. Dat jongen heeft een hoop gewerkt, dat zijn ik. En op 4 jaar tijd is dat echt zijn assistent geworden en dat weet alles. Daar begint de miserie. En door mijn meneer Barnier denk ik dan vroeg van haar charmante dochter. Dan van mijn dochter geven aan een avonturier. Een avonturier? Ik. Ik speel dus de dochter en ik wil absoluut traven. Me weet, dat maakt me niet uit. Daar begint de miserie. Ik mag niet traven van poepa. Verleefd of niet, ik wil traven. Je moet de taser ploeien als die het is. Ik ga naar open. Ik heb mijn Christian waarschuwd dat ik de dochter ben van meneer Barnier. Daar begint de miserie. Wat dat niet woe is, maar feitelijk ook wel. Christian Schoken. Toen we allemaal kander lieden kennen, dan klapte gauw voor haar possessie van directeur De Vant. En ik tijdig je dan niet zeggen dat ik mijn simpel secretaresse was. Dan is van die ambetante gaat in de andere natuurlijk. Hè? Met verschillende dochters en dochters die dan in possessie zijn. Komt er van Leesbaan, komt er nog een van Leesbaan, komt er nog een van Leesbaan. En er komen personages van allerlei slag. De boel saboteren. Ik zou suggeren dat mijn dochter traaft, dat ik u gruut feest kan geven. Madame Barnier, ik pens dat er bij haar man een vuist los is. Ik breng een valies vroom. En ik pak een andere valies, ook vroom. En gooit nog een keer wat ik zie. Maar voltooi in de gazet. Ik kom solliciteren voor de ploche als maasen. Dat heeft toch allemaal niet onien. En doe moet je komen letten op het stuk, voor dat allemaal te begrijpen. Voilà. Het is een fantastisch stuk.